gaan we nu verder met de zoektocht naar twee casino-overvallers. En er zijn veel een hele goede spoor in deze zaak. Een mooie dag in juli rond de grensovergang op de N325 nabij het Gelderse Beek. Zowel Nederlandse als Duitse agenten jagen op twee mannen die zojuist in de buurt een casino hebben beroofd. Dat is dit casino, de High Five, aan de Oude Kleefse Baan in Bergendal. Het casino maakt onderdeel uit van pretpark Tivoli. Zowel het pretpark als het casino zijn iedere dag om 10 uur geopend. Maar die maandagochtend 1 juli rond 8:30 zijn er al een aantal medewerkers aan het werk. Het was relaxed. Leuk met de collega. We gaan alles opzetten bij de bar, met koffie, de soep maken en dergelijke. En één doet geldhandeling en de ander doet de barwerkzaamheden. Dus eigenlijk een dag als alle anderen. Terwijl zijn collega, die er net een week werkt, achter de koffiebar bezig is, komen die ochtend rond 8:30 opeens twee mannen de ruimte binnen. Paul en mijn collega die stond op dat moment achter de bar. En die werd direct met een mes bedreigd. Moesten direct gaan liggen. Ze gaan direct op het geld af. Eerst wat bakjes kleingeld op de balie. Ondertussen is zijn compaan begonnen met de geldwisselautomaat. Het is duidelijk wie de leiding heeft. Hij wordt door de agressieve overvaller lomp opzij geduwd en gaat dan maar wat gelaten achteraf zitten. En geeft af en toe de medewerker een por. Nou, dat was vrij heftig. Mijn collega die was aan het huilen, waarvan ik hoopte dat ze ook rustig bleef. En doordat hij dat ook deed, eigenlijk met het breekijs in de koevoet bij mij, toen werd ik zelf ook wel een beetje, je wordt wat onrustiger, want je hoopt maar dat hij dan ook kalm blijft. Eerst besluit het duo om de geldcassettes uit de wisselautomaat in zijn geheel in de door hen meegebrachte Albert Heijn Big Shopper en rugtas te proppen. Maar dat past niet goed. Als er eentje per ongeluk openvalt, veranderen ze hun strategie. Alle geldcassettes moeten open. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Uiteindelijk lukt het en stoppen ze het briefgeld in de meegenomen tassen. Ondertussen is er buiten een derde medewerkster aangekomen. Als zij aanbelt, is de schrik groot. Ze vroegen gelijk van wie is dat. Ik wist ook niet wie er aan de deur belde voor. En dat was eigenlijk de laatste handeling die ze deden. Een mandje met geld wat ze moesten hebben, dat deden ze nog in de zak. En toen waren ze ook direct weg. Maar ook dat gaat niet zonder obstakels. Als de twee overvallers in dit gangetje lopen, stuiten ze op een medewerker van het pretpark. Die vertrouwt het niet en gaat achter de twee vluchtende mannen aan. Die kant op, richting de achteruitgang. Helaas kan hij ze niet bijhouden. Mevrouw van Dijk, ongelooflijk heftig hoorden we de medewerker al vertellen. Maar zeker ook voor zijn vrouwelijke collega die er eigenlijk dus pas een week in dienst was. Ja, die vrouw is ook onmiddellijk gestopt met daar te werken. En vooral die langere man, die was heel agressief. Hij zei letterlijk dingen als ik geef je een kogel. En liep heel de tijd met een groot mes te zwaaien. De slachtoffers zagen dat deze man een lichte huidskleur heeft. Hij is vrij lang, zo rond de 1,85 meter, 1,90 meter. En tenger gebouwd. En wat vooral opviel, dat was zijn hoodie van het merk Björnborg. De dominante, dat had hij overigens ook richting zijn handlanger. Ja, de slachtoffers vonden die handlanger ook vrij rustig, zeiden ze achteraf. Ja, hij probeerde ze gerust te stellen en hij zei steeds, wees niet bang, er gebeurt niets. Hij liep eigenlijk bijna de hele overval rond met een oranje breekijzer. En ook deze man heeft een lichte huidskleur. Hij was iets kleiner, hij was normaal gebouwd. En we zien hier ook wat hij die dag droeg. Nou, volgens de slachtoffers spraken ze met een Haags accent, een Haagse tongval. En zeiden ze opvallend vaak het woord kanker. Nou, misschien zegt dat iemand iets en is dit een stopwoord dat ze vaker gebruiken. Wat u ook denkt is dat deze daders, ja, wat u dan noemt, voorkennis hebben gehad. Ja, het lijkt alsof ze geweten hebben dat de medewerkers voor openingstijd met het geld bezig zijn. En bovendien wisten ze vrij gemakkelijk van de achteringang van het pand naar het casino te komen. Nou, dat is niet eenvoudig voor iemand die daar de weg helemaal niet kent. En ze leken ook precies te weten waar die kluis stond. En ook dat je daar een sleutel voor nodig hebt om die open te krijgen. Nou, zijn uiteraard na die overval de procedures bij het casino aangescherpt en veranderd.
En inmiddels weten we ook meer over de vlucht van deze daders. De twee overvallers renden het gebouw uit via deze deur aan de achterkant. De pretparkmedewerker die ze achterna gaat, ziet ze bovenaan de trap links afslaan. Ze komen daarna uit bij dit hek aan de achterkant van het pand. Rechercheurs ontdekken dat op deze plek in het hek een gat is geknipt. Waarschijnlijk zijn de daders hier doorheen gevlucht en kwamen daarna uit op het maïsveld dat hierachter lag. Vanaf hier is het vrij makkelijk om te verdwijnen in het aangrenzende natuurgebied. Waarschijnlijk zijn ze langs het hek gelopen en daarna het natuurgebied de Duivelsberg ingegaan richting Beek. Rond de Van Randwijkweg worden ze niet verlaten mogelijk gezien door een getuige. Die getuige wandelde hier die ochtend toen ze iemand hoorde roepen: kom op, we moeten door, of we worden van gelijke strekking. Daarna zag ze twee mannen, de een wat kleiner, de ander wat langer. Beide mannen waren buiten adem. De langere man droeg een blauwe plastic zak en de kleinere had een rugzak bij zich. Waarschijnlijk waren dat de daders. Nou, mevrouw Van Dijk, mooi dat die getuige zich dan meldt. Ja, want als dat inderdaad de twee daders waren, dan heeft ze heel specifieke dingen van ze gezien. Ook deze mannen hadden een lichte huidskleur en zouden halverwege de 30 jaar zijn. De langere van de twee die leek haar zo'n 1,90 meter en was kaal en had blauwe ogen. Die kleinere die leek Oost-Europees en was volgens haar zo'n 1,80 meter. Hij had donker haar met slag erin en mogelijk is deze linkerovervaller dus kaal met blauwe ogen en de rechter donkerharig. Nou, overigens hebben die daders behoorlijk veel geld buitgemaakt. En dat kan misschien bij mensen in hun omgeving zijn opgevallen dat ze opeens beschikten over veel geld zonder daarvoor een logische verklaring te hebben. Best bijzonder, er is nog iemand die iets opvallends heeft gezien in dat natuurgebied. Ja, een postbezorger die reed rond 9 uur in de richting van het pannenkoekenhuis de Duivelsberg. Nou, op de weg Duivelsberg kwam haar een witte personenauto type coupé tegemoet met daarin twee mannen van rond de 30. Het pannenkoekenhuis dat gaat pas 's morgens om 11 uur open. En meestal komt zij rond die tijd ook niet vaak mensen daar tegen. Dus toen zij hoorde van die overval, heeft ze meteen met ons contact gezocht. Mogelijk waren het dus de daders die zij daar heeft gezien. En dan rijden ze dus in zo'n witte coupé. En misschien is er iemand anders die dat ook is opgevallen. En dan willen we dat heel graag weten natuurlijk. En het kan natuurlijk ook zijn dat die auto helemaal niets met die overval te maken heeft. Maar als u daar dan zelf reed, dan moet u dat toch ook even melden. Want dan kan de politie u in dit onderzoek in ieder geval uitsluiten. Overigens wilt u vanavond ook een beroep doen op toeristen die daar in de omgeving zijn geweest. Ja, want in de buurt van het pretpark en het casino, er zijn een aantal kleinere campings die in de zomer behoorlijk druk zijn. Het kan zijn natuurlijk dat bezoekers aan die campings op die maandagmorgen 1 juli iets hebben gezien. Iets opvallends wat mogelijk met die overval te maken kan hebben. Nou, denk dan bijvoorbeeld aan opvallende auto's, maar het kan ook zijn dat zij twee mannen misschien hebben gezien die in de buurt van dat casino of in de buurt van de Van Randwijkweg met een auto zijn opgepikt. Tip alstublieft, als u iets over deze twee daders vermoedt, kijk op de site voor alle details, de beelden en manieren om te tippen.